komt vanavond voor? Het ouderenwerk. Het welzijn van ouderen. U bent zeg maar de beschermheilige hier van het ouderenwerk. Nou ja, ik woon in de aandeelwoning van de Puntenburg. En daar worden we dus geconfronteerd met bezuinigingen van de grote zaal die misschien afgestoten wordt. Het is puur geheim, het is mede dat ik dus zeg van, het is, ik vind het schandalig. U gaat vooral vanavond opletten wat die partijen allemaal voor ouderen in petto hebben. Zeker weten. Heel verstandig. Ik vind inderdaad dat... U laat zich wel horen, hè? Ik ben nog steeds niet op mijn mondje gevallen. Pas op hoor, want hier komt de opa. Opa komt eraan. Ja, die ken ik al lang. Die ken ik al lang. Wat is de bedoeling? Om vanavond hier wat te horen, wat er met de Puntenburg gebeurt. Maar als ik zo zie, zijn er meer raadsleden als bewoners. Dus de mensen maakt het niet zo gek veel uit, denk ik. Erg genoeg. Dus... En u bent gekomen voor uw zorg over de Puntenburg. Ja. Wat is uw zorg? Nou, wat er gebeurt met de ouderen en dat ze direct gaan sluiten en dat ze direct met eten. Wat gaat er gebeuren met die mensen die niet naar de winkels kunnen om eten te halen? Het is toch schandalig? Er zijn zoveel winkels geweest in de Instelse kwartier altijd. Ik ben hier geboren en getogen en er nooit uit geweest. En nu heeft u zorg? Geen winkels meer? Ja, er zijn haast geen winkels meer. En... Dan hebben de mensen toch ook nodig. Je zou maar achteraan de Larikstraat wonen. En je... Wat zou uw advies zijn naar nieuwe gemeenteraad? U van, nou zorgen dat er weer goede winkels komen. Wat kandidaten van de partijen voor de verkiezingen en die... Moeten maar even waarmaken wat ze voor jullie allemaal beloftes doen. We gaan betekenen. Zegt, ze moeten het maar eens even waarmaken. Moeten ze vanavond iets waarmaken? Nou, ze moeten het eerst maar eens vertellen. Ja. We gaan beginnen. Hebben wij inmiddels, René, ook al de cijfers van... De... Ik heb nog niks gekregen. U heeft nog niks gekregen. Nee. Kom maar, ga maar naar binnen. Burgerpartij 3. VVD 2. Partij van de Arbeid 4, Democratisch 66, 2, GroenLinks, jammer genoeg 1, CDA 2, ChristenUnie 4, SP 6, Amersfoort Anders 2, Amersfoort 2014 ook 2 en OPA ook 2. Ik heb net al die mooie verhalen gehoord. Nou, ik kreeg er bijna de tranen van in de ogen, echt waar. Jullie staan allemaal voor de meest sociale dingen. Maar mijn oma heeft mij één ding geleerd. Geen praatjes, die vullen geen gaatje. Praatjes vullen geen gaatjes. Dus geen woorden maar daden. Ik zou heel graag willen dat jullie over 2 jaar nog voor hetzelfde vechten wat hier aan tafel gezegd is. Met name wijken waar gewoon meer sociale problemen zijn dan in andere. Daar is een buurthuis ontzettend nodig om... Waardoor mensen elkaar kunnen ontmoeten, wat betaalbaar is, waar verenigingen op hun gemak kunnen klaverjassen of een biljartje kunnen leggen en daarna een biertje met elkaar drinken of een kop koffie. We zijn er zeker voor om het open te houden, want als je achter in het Soesterkwartier woont en je hebt verder niks, dan raak je zeker in sociaal isolement. Een hekel aan de politie die lopen te liegen. En je eigen wethouder zeker dan? Onder het CDA. Onder het CDA is het beleid al ingezet wat de PvdA nu voortzet. Maar het heeft een hele belangrijke functie. Ik woon ook in een wijk met kleine huiskamertjes. Als je een verjaardag hebt, dan ga je naar het buurthuis. En nu worden de regeltjes zo moeilijk gemaakt vanuit de gemeente, dat de buurthuizen van alle kanten vastzitten. En dus bijna geen activiteit meer kunnen ontplooien. Op het moment dat je dat sluit, en jongeren die kunnen nergens meer terecht, de ouderen kunnen nergens meer terecht. A, mis je dan de aansluiting op een goed moment tussen jong en oud. B, loop je het vette risico dat de jongeren dus inderdaad dingen gaan doen die je alsjeblieft niet wil en die uiteindelijk alleen maar veel meer geld kosten. Wat dat betreft hoop ik dat de politiek gewoon echt weer wat meer regeren is vooruitzien. Want u zit in het college, hè? Dat was u niet ontgaan. Dat is mij niet ontgaan, nee. Er zijn wel
draait mee, want we nemen ook graag verantwoordelijkheid. Maar in dit geval zijn er veel fouten gemaakt bij de woningkamp, ook gisteren weer. Had je het al eerder gedaan, dit soort bijeenkomsten? Nee, nog nooit. Nog nooit voor GroenLinks. Dus smaak te pakken gekregen? Ja, heel erg. Ja. En het is een heerlijke wijk om in te wonen. Normaal niet dat het dus allemaal over verschillende mensen gaat in de Puntenburg, waar zoveel mensen met een probleem zitten. Dat komt niet van tafel. Als al die mensen nu met elkaar gewoon zeggen, jongens, we moeten wat doen. Niet allemaal met een andere mening, maar de koppen. Ik bedoel, je hebt al die verschillende partijen. Waarom? We lopen allemaal, we zijn allemaal mensen. Help elkaar en haal de boel uit het slop. Kom met je benen uit de slijk en ga helpen. Nou, wij werden dus, mag ik ietsje eraf, ik vind het zo. Wij werden dus, nou wat is het, 2 maanden terug zeker, ineens geconfronteerd door de Alliantie met een brief van de Vijverzaal wordt per 1 mei afgestoten, het restaurant wordt gesloten en of die zaal nog beschikbaar is voor jullie, dat weten we niet. En we zoeken dus iemand die zaal wil huren. Nou, dat was het. Daar moesten we het mee doen. En de zaal, ja, dat is een sterfhuisconstructie, ben ik bang. En ik ben het volkomen met Annie Vonk eens. Het is een ongelooflijk belangrijke voorziening voor ouderen. Omdat het in de wijk, je zei het al, maar ik wil het maar even herhalen en daarmee benadrukken. Het is de enige voorziening voor ouderen hier in de wijk. Ander verhaal is dus de Alliantie die maar 3% van zijn begroting besteedt aan leefbaarheid van de wijk. Wie gaat de Alliantie daarop aanspreken? Hoe hadden jullie dat voorgesteld? De gemeente maakt zogenaamde convenanten met woningcorporaties. Het restaurant wordt gesloten. Dat is een hele belangrijke voorziening. Tussen de middag eten daar zo'n 200 mensen. 3 mogelijkheden die we ook samen zouden kunnen voegen. De sleutel, het stuk die er binnenkort aankomt. Als we dat bundelen, dan zouden we het eventueel ook betaalbaar kunnen houden. In het verleden hebben we inderdaad wel een financiële injectie aan die zaal gegeven. Maar je kan dat niet eeuwig blijven doen. Maar er wordt gezegd, het kan betaald. Maar wie als ondernemer gaat bij ons erin zitten voor 50.000 euro aan huur en onkosten. Precies. Dit is niet op te brengen. Dat is nou net het probleem. Die Vijverzaal is zoals die daar ligt nauwelijks te exploiteren. En daarom zijn er ook geen simpele oplossingen. Dus iedereen die allemaal prachtige voorstellen heeft, die moet zich eens goed nadenken van welke ondernemer. Zou jij als ondernemer in dat gat stappen? Ik geloof er niks van. Lijsttrekker of lijstduur? Ja, wat denk je zelf erop? Ja, nee, dan vroeg ik het niet. Lijsttrekker of lijstduur? Lijsttrekker. Lijsttrekker of lijstduur? Lijstduur. Er zijn een paar punten op levensgevaarlijk is hier in het Soestkwartier. De rotonde bij het Eenplein, de Noorderwierweg, de stoplichten bij de Dreef, daar de Verdaanstraat. Dan rij je gewoon door het rood heen, als je oversteekt moet je echt wachten. En bij het zwembad ook, als mensen het zwembad moeten, houdt maar ook vast. Het is gewoon levensgevaarlijk, ze rijden hier s'nachts met z'n tweeën wedstrijden, zijn normaal. Gaat deze ruimte huren alleen voor het CDA of mogen daar anderen bij aansluiten? Nee, dat is gewoon voor 1 avond om te brainstormen, maar dan wel met alle betrokken partijen. Ja. Maar ik bedoel met alle betrokken partijen, dat betekent ook uw collega, politieke partij? Ja, absoluut, waarom niet? Ja, ik vind het een uitstekend idee. Ik vond het leuk dat er in verhouding veel burgers waren. Het lijsttrekkersdebat veel groter opgezet, er waren 4 burgers. En hier zitten er toch, het zijn geen grote aantallen, maar toch een stuk of 20. Ja. Het heeft te maken met het sociale klimaat hier in de buurt. En als wij zo doorgaan, hebben we over 5 jaar geen winkels meer. Dan hebben we ook geen sociaal klimaat meer. Dan hebben we verpaupering en hebben we criminaliteit. Hier op deze plek en in deze omgeving hebben we... En dan wordt het veel duurder. Dat bedoel ik. Dus dat betoog dat u net hield, daar ga ik van harte ondersteunen. Ik doe graag mee. 1 ding moet wel duidelijk zijn. De gemeente schept geen banen, de gemeente opent ook geen winkels. Dat verstand ervan zit bij u. Er zitten heel veel initiatieven, maar heel veel individuele initiatieven die soms elkaar tegenwerken. En daar hebben we het nou nu net over. Het zou beter zijn en leuker zijn dat we dat combineren. En daar één overkoepeling en dan ben je ook naar de gemeente toe als wijk sterker. Ik vind het vooral belangrijk dat we een integrale aanpak kijken. Dus dat we niet alles los bekijken, maar de sociale cohesie in de stad. Dus hoe is de sociale samenhang met de veiligheid in de wijk, de verkeersveiligheid, het winkelaanbod. En dat moeten we eens een keer misschien in een ronde tafelgesprek eens allemaal bij elkaar neerleggen. En dat zorgen dat de Amersfoorter veel plezieriger in deze stad gaat wonen, in welke wijk dan ook. Dus laten we veel actiever samenwerken. VVD van 2 naar 2. Partij van de Arbeid van 4 naar 5. D66 van 2 naar 2. GroenLinks van 1 naar 1. CDA van 2 naar 0.
ChristenUnie van 4 naar 2. Nee, van 2 naar 2. Van 4 naar 2. Oh, daar, zijn okay, de anderen teruggekomen. Hè? SP van 6 naar 9. Amersfoort Anders van 2 naar 3. 2014 Amersfoort van 2 naar 2. COPA van 2 naar 0. En Belangengemeenschap Amersfoort heeft er eentje en had er 0. Maar nog 2 blanco's. Dan kunnen we tot de conclusie komen dat SP winst heeft behaald vanavond. Ja, mooi. En ja, dat krijg je daar een bloemen voor. Ja. Ik hoop dat de buurt in ieder geval net zo mooi wordt als deze bos bloemen. Daar ga ik me wel hard voor maken. Ik voelde me trots. Niet op mezelf, maar inderdaad gewoon op dat wat wij hier ook voor het Soesterkwartier willen doen. En dat mensen daar geloof in hechten. Want nou, je mag ook wel een beetje trots zijn dan op uzelf, want u bent het plaatje geweest vanavond. Ja, maar ach, als je de partij niet mee hebt, niet bent, dan... Nee, dat is wel zo. Wij zijn binnen de SP echt een team. En de mannetjes... Jullie doen het samen. De mannetjesmakerij, dat staat bij ons niet zo voorop. Staat de SP wel voor? Voor het stoppen met de prestigeprojecten en voor een 100% sociaal Amersfoort. Waar maakt u zich boos over? Dat mensen niet gaan stemmen. Waarom maakt u zich daar boos over? Omdat er jaren voor geknokt is door onze ouders en onze grootouders. Ja. Wat zou u tegen al die mensen die overwegen niet te gaan stemmen, wat zou u tegen ze zeggen? Dat ze heel dom zijn, want dat zij zich wel niet met de politiek willen bemoeien, maar de politiek bemoeit zich wel met hun. En als je dus nu niet gaat stemmen, heb je ook geen recht om te klagen als er dingen gebeuren die waar je het niet mee eens bent. Dus nu niet stemmen, dan de rest van die 4 komende 4 jaar ook je mond houden. Je mond houden. Heel helder standpunt, dank u.